Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. We zijn vandaag in Roosendaal. Vorige keer waren we op de Maasvlakte in Rotterdam. We hebben de realistische oefenen gedaan. Er zijn onze pakken ontzettend smerig geworden natuurlijk van de rook en het vuur. Die hebben we netjes ingepakt. Richard, wat gaan we vandaag doen? Ja, vandaag hebben we die pakken bij en die gaan we hier in Roosendaal in de wasmachine doen. En het is goed voor onze gezondheid natuurlijk dat die vuilresten, die roetresten eruit gaan voor de volgende uitruk. Maar hoe langer we de pakken aan hebben, hoe meer tijd als ze hebben zeg maar, om in de uit te komen. Dus de procedure schoonwerken en arbeidshygiëne gaan we jullie vandaag laten zien in Roosendaal en Berg op Zoom. Dus blijf vooral kijken. Zo, we zijn aangekomen in Roosendaal. We gaan ons pakken inleveren bij TFL. Even kijken. Hoppa. Top. Hey, goedemorgen vakmensen. Hey, dat is verkeerd hè. Hier moet je nu zijn. Oh. Dus we drukken naar buiten om gehad. Nooit meer wel een pakken binnenkomen. Even buiten om. Oh, oké. Okay. Nou, dan lopen we daarheen. Ja, terug. Kom mee. Nou, daar hebben we hier net in gedaan en ik sta hier naast Jos. Hi, goedemorgen. Hebben we net eventjes tegengekomen daar met de balie, wat niet helemaal lekker ging, maar inmiddels zit wel het goede adres en zit de pak hier in de bak. Hoe gaat het nou verder uit, Jos? En wat doe jij precies hier? Nou, ik doe onder andere de kleding wassen, hier die gebruikt zijn bovenhand of naar een oefening. En dan gaan ze zo meteen gaan ze de wasmachine in. Ja, oké, dan gaan we even laten zien wat er gaat gebeuren. Ja. Pak ik hier onze pakken, zeg maar. En die gaan we dadelijk dan in die wasmachine zetten. Ja. Even kijken. Kom maar. Nou, hier zijn de wasmachines. Ja. En we zien wel nog meer. Wasdroger en de wasmachine voor ons eigen was. De wasdroger waar de pakken in gaan. En hier het wasmachine. Ah, dit is de wasmachine waar de, ons overal in gaat. Ja, ja, ja. Maar die andere die mag erop bij, want anders... We gaan twee overal in één keer. Ja, we mogen twee pakken mogen tegelijk hebben, want anders wordt het een beetje duur, hè? Ja, oké. Okay. Ja. Maar nou zei je net van, we hebben hier twee wasmachines. Onze eigen pakken, of hoe bedoel je? Onze eigen was? Onze sportkleding en gewoon onze handdoeken en onze dagelijkse was. Ja, van de 24 uur dienst. Ja, van de 24 uur ja. Ja, goed. En dit is echt een speciaal wasmachine voor... Ja, echt alleen. Je kunt ook nekflappen in, je kunt chemie pakken, er kunnen allerlei stammen heb je erop zitten. Zelfs helmen kunnen erin, chemie pakken, waterkleding. Ja, dus alles wat gewassen kan worden, mag in de wasmachine. Nou goed, helemaal goed. Dan gaan we de volgende pak ook even buiten zetten. Ja. Oh Jos, er zit een zak omheen. Ja, dat hoort ook. Oh. Ja, de zakken worden ingeleverd, de pakken worden ingeleverd met zak. Die gaat zo compleet de wasmachine in. En tijdens het wasproces dan laat deze gele zak die laat los. En de pak wordt gewassen. Oké, dus we kunnen eigenlijk gewoon de zakken of de pakken met zak en al erin gooien. Pakken inleveren met zak. Altijd eerst in de gele zak en dan in de witte zak. Ah, niet andersom, want anders werken we. Ja, en dan krijg jij natuurlijk geen vuile. En dan krijgen wij geen vuile handen. Dus er hoeft niemand meer aan het pak te zitten. Want, dat is ook weer een extra veiligheid eigenlijk. Ja, ze komen schoon uit de wasmachine. Nou, perfect, dan gaan we wassen. Ja, dan gaat hij aan. Hier in die zak gebleven dan? Ja. Nou, nice. Topsa. En dan in het rondje. Oké.
Hey Jos, dat is best een bijzondere droger. Het is gewoon een kast. Ja, dat klopt. Dan kan een pak, die kunnen er helemaal in. Broek en jas bij elkaar. Of een overal los. Dat kan ook. En hoe lang duurt het nou voordat ze droog zijn? Een goede uur. Een goede uur, vijf kwartier ongeveer, dan zijn ze droog. Je hoort het, een goede uur. Ja. En dan nog eentje. Zo. Hey Jos, hoe ging dat vroeger eigenlijk? Want die apparaten die hier staan zijn volgens mij best allemaal vrij nieuw. Ja, klopt. Ja, vroeger was het gewoon hoe vuiler je pak en hoe vuiler je helm en hoe zwarter dat je zag. Testerruigen was natuurlijk, dan kon je tenminste zien dat je bij de brandweer zat. Ja, ik kan me ook nog wel herinneren dat we brandweerkazernes binnenliepen en dat het daar gewoon ontzettend stonk. Van de rook. Stonk van de rook, want dat was natuurlijk, dat hoorde bij de brandweerkazerne. Ja. En tegenwoordig als we binnenkomen ruikt alles naar wasmiddel. Ja, klopt. Ja, het is gewoon, gewoon veel beter. Het is niet gezond om met roet aan je handen en je kleren. Dus ja, het echte schone werken is wel best wel belangrijk. Ja, zeker. Nou ja, we zien ook tegenwoordig dat de nieuwere kazernes worden allemaal op ingericht. Dat je als je binnenkomt, dat je eerst je spullen zoals hier moet achterlaten. Een vuile ruimte. Ja. En als ik een tip mag geven, je pakken dicht maken en dan in de zak doen. Dus ritsen dicht, klittenband dicht. En alles in de zak. En dat is veel beter voor het wasprogramma, voor het wascyclus van je pak. Nou, perfect. Nou ja, en ook op het moment dat we dat hebben gedaan, normaal gesproken, nu zijn we hier op een ander moment. Ja. Maar als je terugkomt van een uitruk, dan doen we dus eerst die pakken, die doen we allemaal in zakken, die leveren in. En daarna is het ook belangrijk dat we gelijk gaan douchen op de kazerne, zodat ook de roetdeeltjes die op je huid of op je poriën eventueel terecht zijn gekomen, dat die er gelijk uit zijn. Dus dat gaan we daarom vandaag niet even doen, want we hebben natuurlijk na het oefencentrum, op het oefencentrum waar jullie al hebben gezien, hebben we daar zelf al gedoucht. We zijn nu hier op een ander moment hier om in ieder geval de procedure schoon werk aan jullie te laten zien. Nou, als het goed zijn de pakken nou klaar, we zijn nu verder. Dus, we zullen eens kijken of ze droog zijn. En, is het hoor? Ja. Warm in ieder geval. Ja, even van binnen voelen. Hier voel je altijd wel aan of ze droog zijn. Nou, die zijn goed droog hoor. Nou, dat is mooi, dan kunnen ze terug de bus in. Ja, dan gaan we gewoon eens ingepakte plastic en dan kun je ze weer meenemen. Ja, top. Gaan we doen. Yo. Zo, schone pakken. Ja Jos, we hebben hier nog twee toestellen in liggen. Kunnen we die ook gelijk even in de wasmachine doen? Nee, dat is in Bergen op Zoom. Bergen op Zoom? Ja, moeten we nu in Bergen op Zoom. Ja, dat is in Bergen op Zoom. Maar lucht moet je in Bergen op Zoom laten wassen. Nou, dan gaan we dat doen. Nou, dan Bergen op Zoom. Veel succes. We gaan naar Bergen op Zoom. Tot straks. Nou, we zijn aangekomen in Bergen op Zoom. We hebben net al even gegeten met de ploeg. Alleen, we kwamen hier natuurlijk niet alleen maar om te lunchen. We kwamen uiteraard onze toestellen brengen en de flessen en de maskers voor de reiniging. Dus we rijden nu even de poort binnen. Dan gaan we de toestellen ophangen en dan gaan we aan de slag. Zo, dan gaan we eerst binnen even handschoentjes regelen, zodat we de toestel eruit kunnen halen en op kunnen hangen. Zo dan. Nou Rick, kom maar even. And one size fits nobody. Ja, kijk. Zo. Nou, dan gaan we die toestellen ophangen en dan gaan ze uitdampen. Dat doen we eigenlijk normaal heel de nacht. We komen overdag of s'nachts, als we s'nachts niet ophangen, dan hangen ze de hele dag. En als we ze overdag niet hangen, dan hangen ze de hele nacht, zodat ze lekker uit kunnen dampen. En dan daarna worden ze die dag getest. Dus wat gaan we nou doen? Even kijken wat we hier gaan doen. Ja, nou is het wachten. Tot ze uitgedampt zijn, dat kan even duren. Blijf vanaf twee. Bakkie. Nou, we zijn een aantal uur verder en nu zijn ze uitgedampt. Dan gaan we naar binnen toe, gaan we ze uit elkaar halen en in de wasmachine doen. Nou, we hebben nu de toestellen in het vuile gedeelte gelegd, zeg maar. Nou, dat is afgesloten hier middels de flappen. En aan de andere kant komen de toestellen pas zometeen als ze schoon zijn en getest worden. Nou, zijn we hier in het vuile gedeelte aangekomen, hebben we hier de vuile maskers. Die gaan dan in het kratje. Die doen we dan even uit elkaar. Dan gaan ze in deze wasmachine, een kleine wasmachine.
Dus we gaan het nu even laten zien. En dan dadelijk die toestellen gaan we ook uit elkaar halen. Maar die fles gaat eraf. En die gaat dan in de grootwasmachine die je nou open ziet staan. Dus die gaan we nu allemaal fixen. Nou, de wasmachines lopen alle twee. En dat duurde natuurlijk eventjes. Je ziet dat ze onder druk in de wasmachine gaan. Zodat er geen vocht in het systeem kan komen, zeg maar. En de massa zit hierin. En losse onderdelen van de massa zitten nu in deze bak. En die gaan er eigenlijk achteraan zodat ze klaar is. Dus we even wachten. Nou, deze hoesjes die gaan we loswassen. De hoesjes zijn nu van de fles af, maar de fles moet natuurlijk weer gevuld worden, zodat we die kunnen gebruiken zometeen. Dus die gaan we even doen. Nou, perfect. Laten we deze hier even hangen. Die zijn zo meteen klaar. En dan gaan we in ieder geval even verder met reinigen. Ja, lekker gevuld, Rick. We gaan de hoes al mee doen, Rick. Ik heb hier twee hoezen liggen die net ver uit de wasmachine komen. Hard werk, zo. Of nou was het Roosendaal? Roosendaal, dat was ook, hè. Deze komen uit de wasmachine in Roosendaal. En die gaan dus nu weer vers over de cilinders heen. Lekker warm fles. Zo, klaar. De droogkast is klaar, dus we gaan de maskers in elkaar zetten en testen. Waar testen ze nou op, Richard? Ja, en het testen ze op lekdichtheid, zeg maar. En op het uitademingsventiel of die goed functioneert, of inademingsventiel functioneert. Elk masker heeft een eigen code en er is ook een responder in, dus dan kan ik hiermee langs halen. Ik weet niet precies ook, ja hier zit hij. Dan komt hij hierin staan en dan kan ik hier zo gaan testen. Nou, je kan je dan afvragen van nou, gaan we dan ieder masker wat we gewassen hebben testen? Jazeker doen we dat, want het is, ja, zo'n masker is voor ons natuurlijk van levensbelang. Want ja, het is je persoonlijke bescherming op het moment dat wij een pand binnengaan. Dan kan je natuurlijk niet hebben dat die ergens lekt of dat het inademingsventiel niet goed werkt. Dus vandaar dat ieder masker zorgvuldig getest wordt hier op de testbank. Ja, en dit gebeurt natuurlijk altijd door gecertificeerd personeel. Dus mensen die hier werken met die maskers testing en de apparatuur, die worden elk jaar gecertificeerd. En er mogen alleen mensen zijn die gecertificeerd zijn, die mogen dit gebruiken. Nou, die masker gaat weer in de verpakking en dan gaat hij mee terug. Zo blijft hij netjes natuurlijk. Zo ligt het op de wagen. Nou, onze spullen zijn weer klaar, die kunnen we mee. Met de uitzondering van de toestellen, want die hebben we wat langer nodig om onder andere te drogen, maar ook om te keuren en dergelijke. Dus die laten we hier achter. En nou, de afdeling techniek, facilitair en logistiek, TFL, die zorgen dan weer dat het netjes bij ons terugkomt op de post. Verder maar. Nou, we zijn weer terug op de post, dus we kunnen de spullen weer gereed maken en ophangen om ja, voor de volgende uitdruk. Rechts overal. Leuk allemaal dat je gekeken hebt naar deze nieuwe video van het ja, volgende pak eigenlijk, hè, naar aanleiding van onze realistische oefendag op de Maasvlakte. Ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden en dat je er ook eens afgeschoten hebt. We hebben in ieder geval ons pak weer lekker schoon aan de aankangen. Dus wij zijn in ieder geval weer klaar voor de grote brand. Vergeet niet te liken natuurlijk. En onze volgende video.
En tot de volgende keer. It's a wrap.